mensen in mijn vak die rollen er gewoon in van huid op zongen. En in feite is dat buis ik wel zo, maar ik zong een hele andere kant op. Ja. Ik heb een economisch administratieve opleiding gewoon. Ik heb HO die in Grijns, helemaal in de beginfase, toen die squalen naar mijn krek bestier. En daar ben ik verslagen. En daarna heb ik een baan zocht in die richting. Ik ben assistent accountant geweest in Leeuwarden. En ik heb daarna nog bij een constructiebedrijf gewerkt in Veen als boekhouder. Maar als het dan zo mooi waar weer krijg als nou, dan voel ik maar mijn benen zitten. Het zit in het bloed en ik heb er maar wel heel bewust van gehoord. Ik ben er net in schop. Zoals zei, ik vind het best als het erin is, maar ik vind het best als het oor is. Het is net alleen nog een vaak, het is een manier van leven. Het houdt volle meer in dan alleen nog maar een reuzenred draaien. Die hele manier van leven is oors. Er is elke week ergens oors. De wennen in de wenwijn, wat een hoop mensen altijd nog vreemd vinden. Nou, dat zit gewoon in huissimmers. En dat zit nu hier en over weken zit het in Breskes. En dat vind ik wel mooi. En ik heb altijd bewust iets zocht. We hadden net al te volle van wie. Ik heb hekel aan zwier pachtje. Ik krijg er autoscooters en oliebanden, daar ben je zo vol van. En dan maakt heel het pachtje om aan die merken te komen. En je bent net zo vol van. Dames en heren. Namens het gemeentebestuur heet ik u van harte welkom op deze verpachting van de sneekweekermis. Ik ga zo meteen over tot voorlezing van de inschrijvingbiljetten. Ik noem daarbij de naam van exploitant zo uitgebreid mogelijk, omdat veel achternamen gelijk zijn. Ik noem de woonplaats, de soort attractie, de inschrijving zonder concurrentie van iets soortgelijks, waarbij ik ook uitvoerig zal vermelden wat dan wordt uitgesloten. En ik vermeld de inschrijvingsprijs met concurrentie. De eerste inschrijving. AP Por uit Groningen met basketbal, hotshots. Plaats Oud-Kerkhof zonder concurrentie van hetzelfde voor 3.251 gulden. F. H. Dauphine uit Weert met Lucky Cranes. Zonder concurrentie van alle soorten grijpkranen voor 35.000 gulden. Je hebt verschillende verpachtingssystemen. Wij doen het volgens het openbare systeem. Dat wil zeggen dus dat in beginsel de hoogste inschrijver in een bepaalde categorie ook de plaats krijgt. Andere gemeenten hebben bijvoorbeeld een gesloten systeem. Dan moet je ook inschrijven, maar niemand komt eigenlijk te weten voor welke bedragen de collega of de concurrent heeft ingeschreven. En sommige gemeenten gaan steeds meer over voor meerjarige contracten. Want ook niet alleen tussen de kermisexploitanten zelf is de concurrentie, maar ook tussen ons als gemeente. Levert het wat op, hun merken in snits? Ik heb wel goed uit voor de gemeente zeker. Ik denk dat wij van Friesland de kermis hebben met een relatief hoogste opbrengst. En dat ligt boven het kwart miljoen. P.M. Arians uit Groningen met Witches Revenge, Heksenketel bouwjaar 1992. Martiniplein zonder concurrentie van Spookhuis en Loopspookhuis voor 6.500. Een heel soort namen, Jervier, van meestal uit allerhande windstreken, maar de namen van Nico Buwalde, Jervier net, hè? Hoe ging dat? Dat komt dus dat wij hebben voor 16 jaar terug de autoscooter overgenomen van meneer Van der Honing uit Jelsum. Dat is een neef van haar en zolang hebben wij ook al een contract dat dus nou nog langer loopt dan dit jaar, nog een jaar of vier geloof ik. Dan ga je gewoon een vaste plak? Ja, vaste plaats. En ik een vaste tarief dus?
Ook een vast tarief, ja. Wat niet openbaar is, wat gewoon, nou ja, dat niemand dus weet, alleen de gemeente en wij. Daarvoor wordt het ook niet opgelezen. Valt het je daar de prijzen die je nou niet hebt verder? Ik vind dat behoorlijk hoog is. En het is wel een teken dat Sneek wel een hele goede kermis is. Ik denk de beste kermis zo'n beetje van Friesland op het moment. En dat doet wel de pachtsom, die doet dat wel blijken. Wat ik opvalt, dat een heel soort van boeten Friesland komen. Hè? Er zijn net volle Friese merkenfamilie, zit hier in Snits. In Friesland hebben we niet zoveel van die hele grote dure attracties. En die komen het meest uit Apeldoorn en uit Bergen op Zoom en zo vandaan. En om dan toch een hele mooie kermis te krijgen. En het is een openbare aanbesteding, dan krijgt men dat. Voor een jaar of 16 terug stond hier een zweefmolen. Nou, die hebben we volop hier in Friesland. Nou ja, en die komt nou niet meer in aanmerking. Om een zweefmolen, die kan misschien 1500 betalen. En u hoort de bedragen dat die rond 7.500, 10.000 gulden zitten. Nou ja, dat gaat voor de zweefmolen niet meer. En dat gaat voor de kermis uiteindelijk, zo'n kermis en Sneek ook niet meer. Want ja, de mensen willen toch steeds iets nieuws en dat sneller en hoger en harder gaat. Met de ouderwetse kermis, de meisje, met de ouderwetse merken. Helemaal ja. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is de hele tendens, hè? Alles is disco. Hè? Moet altijd snel, hard en vlug en dat wil de jeugd, hè? Heel goede muziek, we hebben ook hele grote boxen zo muziek. Je moet met de tijd mee. Thuis, dat was het echt die kleine dorpjes in Friesland. Wij stonden ook altijd met de zweefmolen hier in Sneek. Ja, toen was er net als zo'n breakdance en polyp was er toen nog niet. Hè? 20 jaar terug, dat was er nog niet. Of 20, 25, 30 jaar terug, dat was er niet. Dus in de loop van de jaren is dat er allemaal bijgekomen. Hè? En wij stonden allemaal alleen maar op dorpjes. Er stond er een zweef, een schietentje en een oliebollenkraam. En verder is niks. Is een autoscooter, ja, gaat eigenlijk net zoveel meer bij zijn ouderwetse merken. Nee, eigenlijk niet, nee. Nou, daarvoor is het wel gezellig. Dat komt omdat alles veranderd is, hè. Als je nou mijn opa, die reisde met een zweefmolen, met een draaimolen, ouderwets, met paarden. Nee, als ik dan die foto's weer zie, dan denk ik, nou, ik wou ook wel eens in die tijd leven. Maar ja, dat is nog een keer, dat is voorbij. Omdat dit brengt nog volle meer geld op. We moeten wel hard voor werken, hè? Hard voor werken. Hè? Net als Sneek ook, elke avond liggen wij gemiddeld om 3 uur op bed. Dus morgens om 9 uur, een bakje en kopje thee en een bakje koffie en dan gaan we hier weer heen. Met alles klaargemaakt. Hè? En dan 22 kermissen in het jaar. Dus, maar ja, er zijn ook zware onkosten, dieselolie en de transportkosten en verzekeringen. Zit hier in een product boete in Friesland of zit hier in het meest? Nou, een beetje de helft in Friesland en dan de andere helft in Holland, Brabant. Ja. We hebben een hoop vaste kermis hier in Friesland. Dat ik hier 3 merken hier in Friesland heb. En nou ja, ik heb meer dan 24 in de rest van het land. Ik zit langs de grens met België, Zuidvolle, in de buurt van Eindhoven. En ik zit in de Ballenstreek en rond Utrecht heb ik nogal wat merken zitten. En is dat nog een groot verschil van dat je op merken zit in Friesland, zoals hier nu in Frensje, als dat je ergens anders niet gewoon zit? Ja, de sfeer die hier heeft op een dag van de PC, die heeft in Brabant in feite elke dag op een merken. Een terras, cafébezoek, merken. In het zuiden zoals meer dat ze op een merken eten.
Als het eerst 6 uur is, gaan de mensen naar huis. En dan krijg je om 7 uur weer riepen dan. Maar in Limburg of in Brabant, als je daar dan bent, en het is 6 uur, dan blijven ze gewoon trots draaien. Die mensen niet op een merk, oliebollen en snoep en pinda's, en die blijven op die merken hingen. En die gaan pas later naar huis. Die gaan net speciaal naar huis aan het. Nou, dat vind ik altijd een duidelijk verschil. Hier in Friesland, dan krijg je de klok op gelijk zetten om 6 uur, dan kunnen we rustig een uur tegenin, want dan is er niks te beleven. Ja, daar ben ik nog een paar maanden mee bezig, hè, om alles weer creëren te maken. Dan zal je even netjes erbij staan of we het in het variëert in de peerske. Maar dit is hier een burg in de winter? Ja, hier hadden wij eens mee bezig, de zaak al even netjes maken. Nou, samen we ons omzetten. Hij kent hoor. Ja, dat wat aan markeert, maar is dat herstellen zelfs. Maar wij zijn dan de hele winter een beetje hier mooi dwanden. Het is een apart vak, hè, want winters ga je geen inkomsten. Ja, dat klopt. Dus misschien eigenlijk, je wil je me net van betalen. Je komt het heel even mee. Ik wil je wel van betalen. Als het goed is, dan show mijn klanten dit simmers wel dat het er al weer bij ziet. Hè. Dan, als het goed is, dan komen ze eraan even zelf. En dan maak ik zwaar dat ik simmers genoeg verzin ik om mijn winter terug te komen. Zoals ik in de juiste thuis kom, dan viel ik me altijd riek. Hè. Dan heb ik mijn kosten gehad en dan heb ik al mijn inkomsten gehad. En dan denken we dat we riek binnen. Maar dan moet ik natuurlijk voorzichtig maar wezen, want als ik in maart vlak voor het seizoen sta, dan maak ik nog niet te kennen. Hè. Dus als ik in de juiste thuis kom en ik heb je een duur auto en ik maak dan in het varie weer verkeerd, dat is net de bedoeling. Dus dat doen we net. We zorgen dat een beetje, dat we de hele winter een beetje terug komen kennen. Maar het is wel zo de laatste hier en ik, het gaat hartstikke best. Het is al hier vooruitgang. Op een merk, ik bedoel, de kerst het aan de wijn en de wijn en al het materiaal, kerst voor zijn dat de hele merk vooruitgang is. Maar als er een beetje avontuur in je zit en je vleent het hele land terug, dan krijg je echt je breeloffertje in je mijn zaak. Ja. Ja, je maakt er net verhaast, dat wil ik je vertellen. Hier om al de hoven om je heen is. En ja, dan ben je wat beperkter in je mogelijkheden. Hè? Is de wintertijd ook een tijd dat al die merkenfamilies wat intensievere contacten gaan kennen onderling? En dat je me hoort wat opziek je en vertel je wat dat rust komt? Ja, we proberen wat dat rust te komen. Maar ik dacht nog steeds een keer dat ik winters volle contacten met mijn collega's heb. Nee, net zozeer. Zo die binnen wel die dat doorgemaakt. Ja, God, ik heb een hele wijde belangstelling buiten het bedrijf. En we hebben een hoop vrienden en kennissen op die eigenlijk, wat wij nog steeds aan de wal, hè? In de gewone burgermaatschappij. Nou ja, en die sociale contact die per beste winters wel wat meer aan te helpen, want daar zijn misschien tyfus. Jullie zijn de kwaste bederfers. Als je kermisexploitant bent, dan moet je er wel aardigheid in hebben. En ik denk dat je op de kermis geboren bent, en dat kan je ook vaak zien. Er zijn ook wat burgermensen die komen op de kermis en die denken dat het allemaal vanzelf gaat en alles wat er ontvangen wordt, dat het ook allemaal winst is. Nou ja, dan komen ze op de kermis. Ook wel mensen die een zaak aan de wal hebben, die komen op de kermis, die kopen zaak. En dan gaan ze draaien en dan komen ze er wel en weeën tegen.
dat ze zeggen, ja, we hadden het toch heel anders verwacht. Hè? Kunnen we hiermee ook vertrouwd, hè? Als beide komen ze komen hier van de merken. Hien jou je voorstellen, kind Nico, dat je mij van de wal trouwt, wien? Nou, dat weet ik niet, maar ik bracht haar vroeger altijd aan de school toe. Nou, buren eigenlijk. Buren waren we. Maar ik denk dus een heleboel mensen die van de wal komen, nou, sommigen die, dat gaat goed, maar er zijn ook een heleboel. Nou ja, dus zeggen ze, we moeten 's middags om 12 uur eten en dat moet en dat zal zo blijven. En bij ons is het niet zo, omdat we beide van de kermis komen, is het makkelijker dat we dus zeggen van... Nou, heel flexibel wezen. We weten dat het niet zo is en dat het niet altijd kan. Hè? Maar ja, als je een met een gewone burgerman had getrouwd, dan had het misschien ook wel goed gegaan. Hè? Nou, bij mij zou het zo wezen, de kermis is toch je leven, hè? Ja. Dat is zo. Ik dacht toch wel dat je dan toch wel weer verlangde, hoor. Als ik gewoon een wal had gewoond, dan had het toch wel weer een aantrekkingskracht. Als het dan bijvoorbeeld voor je wat en we zouden dan hier een jaar stilstaan, en dan zou je, nou, dan zou uiteindelijk toch, dan zou je op plaats geen raad meer weten, omdat je het je leven lang doet. Ja. En ook omdat je er zoveel tijd aan besteedt. Zo, ik was altijd bij mijn ouders en toen mijn vader 65 werd, heb ik het overgenomen. En toen heeft zij mij geholpen, dus hebben we de rollen omdraaid. Maar toen werd mijn vader wat ouder. En toen zeiden we houden er maar met op dan. En zodoende ben ik bij de postbank komen. Of zodoende, daar heb ik eerst al wat werk voor doen. No? Om school en arbeidsbureau. En... Maar er nooit contact om trottingen, om zelfs trottingen? Nou, dat kon niet. Alleen lukt dat niet, en vooral niet met de oliebollen. En er is eigenlijk geen één zaak die je echt alleen doen kan. En dan wil je ook nog wel eens wat vooruit, hè? Als je als zelfstandig, nou dat lukt helemaal niet als je alleen bent. Het is niet alleen dat je daar op die kermis staat, dat je open bent. Maar er komt er zoveel omheen, hè? Het spul onderhouden, de vrachtwagen dat moet onderhouden. En daar sta je overal alleen voor. Maar het is toch wel totaal wat anders, niet het meisje? Ja, dat is toch hoor. Er zit ook heel veel verschil in. Financieel en... Ja, het werk, alles. Financieel ook. Je weet nou wat je elke maand krijgt. Nou, je is zelfstandig en hij is wat extra's. Je hebt ook wel eens een strop. Hij heeft ook eens wat extra's. En je weet er nooit waar je voor komt te staan. En nou weet je precies wat je hebt. Dan had de web bij je oorhoop, maar kun je je voorstellen dat ze op een opplak bij je zoest? In een huis? Ja. Ja, ik denk er wel eens over. Ja, zie je, hier binnen mensen waar ik ook met opgegroeid ben natuurlijk. Hè? Ik hoor er hier ook nog bij. Ja, ze zien hier niet. Nee. Ik hoor er hier net zo goed bij en als ik daar ben, hoor ik daarbij. En gisteren wel bij Merkenta? Of reizigers volgens mij niet broer mij? Of, nou. Of ik ga wel eens naar mijn broer, maar. En wel eens naar mijn neef. Maar niet bijvoorbeeld als hier Leeuwen de kermis is en mijn broer staat er niet. Nou dan. Want ik vind het, als ik loop, voel ik me toch wel heel raar. Dan weet ik niet welke houding ik... ja. Ergens dan hoor ik er nog bij en ergens dan... Ja. Snoep vond ik niet zo leuk. Oliebol is wat meer bedrijvig. Je hebt altijd wat te doen met schoonmaken. En, nou, de zuurstok, als je die neergezet hebt, dan is dat klaar. Het is zo stilstaan. Vond ik niet zo leuk.
Ik denk dat het een van de zwaarste vakken van de kermis is, oliebollen. Ja, het bedrijvigst. Het werk, intensief werk. Om hetzelfde te verdienen, moeten we nu harder werken. Daar komt het op neer. Vroeger deden we niks. 3 maanden. De wintermaanden. He, kwam je in oktober thuis of november. En dan ging je met de paas weg. Nou, dat ken je niet meer. Je kan niet 3 maanden zonder inkomsten. Dan ligt heel je bedrijf op de rug. Dus nou moeten we 's winters ook al met oliebollen staan. En dat was voorheen... nou, deze dat 14 dagen of 3 weken. Nou, sta je een hele winter al oliebollen te bakken. Om, toch een beetje... de winter door te komen. Hoe kinderen dat Savroor is? We eisen ook veel meer dan vroeger, hè? Wij hadden thuis geen luxe wagen. Nou, ik... mijn dochter heeft een luxe wagen, we hebben zelf eentje. En het leven is gewoon duurder. Wij staan 's winters met oliebollenkramen op een nieuwstad in de Vraneke. Maar heel vroeger, mijn vader en een neef van mij, die jullie ook gefilmd hebben, dan heb je Buwalde van Zweef. Die werkte vroeger altijd bij Koopmans Smeelfabriek en mijn vader bij Schuurmans Vuurwerkfabriek. En ik heb daar ook 2 winters gewerkt en ja, het was toch een beetje vrijheidsberoving voor mij. Hè? Ik heb respect voor die mensen die dat 30 jaar, 40 jaar volhouden. Omdat wij toch uiteindelijk het vrije leven gewend zijn. En uiteindelijk, nou ja, vroeger was het allemaal moeilijker. Toen moest men, moest daar werken. Hè, tegenwoordig, ja, bij ons is het ook beter geworden. Daar je zegt, nou, 's winters kan je zelf dus helemaal behelpen. En nou ja, dat hebben we opgelost door 's winters zelf een attractie te onderhouden, of te verbouwen, of zelf te bouwen. Of met de oliebollenkraam te staan. Zoals we het nu hebben, hadden we het heel goed. Maar als je nou ziet hoe snel de tijd gaat en hoe alles gaat, dan denken we dus als we niks ondernemen, te eten heb je altijd. Dat is heel makkelijk. Maar uiteindelijk, nou ja, je wilt toch een beetje meedoen. Dan denk je, ja, als je nou stil blijft staan, en nou ja, dan ben je misschien op het duur, dan leg je eruit. Hier nou 's morgens om 8 uur te werken met aan de achtbaan. Mijn zoon erbij, familie erbij. En s'avonds heel laat houden we op. Maar wij zijn misschien wel net zoals de Japanners, dat je nog meer uren draait en steeds meer doordraait. We doen alles met eigen mensen. Iedereen bij ons, van klein tot groot, die werkt mee aan de zaak. En anders zouden we dit ook niet kennen. Het zou niet gaan. Dat kunnen we nog niet zeggen. We moeten eerst helemaal afwezen. Wat tegen zit en wat mee zit, is duurder dan een zweefmolen. Miljoen, denk ik. Oh, zo gek nog niet hoor. Miljoenen, zei je? Misschien bouwen we niet in het buitenland wel, maar daarvoor doen we het zelf. Daar verdienen we 's winters dan het geld mee. Tenminste, dat ook.
je zit hier net zo voor hè, in Friesland. Nee, alleen 's winters zijn wij thuis en 's zomers zitten we veel in het buitenland. Waar zit hier het meest? Hoofdzakelijk Duitsland en België. En waarom is dat? Kunnen we hier net goed genoeg de kost verdienen? Het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit waar we staan. Als we maar staan voor normaal geld en dat we wat verdienen kunnen. En dat is in Duitsland, België, Frankrijk beter als hier? Over het algemeen wel. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar over het algemeen kijken ze daar meer naar de zaken en niet naar je pachtsom. Het lijkt me zo gevaarlijk om hiermee te werken. Hè? Net alleen dat wij het, nog het opbouwen en het meidje ervan produceren, maar ik het de hele sfeer op zo'n merken. Deze zaken staan onder zeer strenge keuring. We hebben Duitse keuring, dus de grootste veiligheid wat je erin kan maken, moeten wij erin maken. En ja, meer kan je niet doen. Mensen die ouder zijn dan ons nog, die zeggen ja, vroeger was het veel gezelliger. Ach, de kinderen van ons zeggen later ook ja, vroeger was het veel gezelliger. Hè? Ja. Maar ik denk dat het nou ook nog goed is. Hè? Want je ziet de attracties die gebouwd werden, die op de kermis komen. Nou, het moet toch allemaal verdiend worden. En alles het is gaat met zijn tijd mee. En alles gaat met zijn tijd mee. En dat ja, ik denk wel dat het allemaal wel goed loopt.